welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een onzin video. Ik ga vandaag mijn volledige gezicht doen met één oogschaduwpalet. Ik heb hier mijn James Charles palet. Zo. Dit is het grootste paletje die ik heb met de meeste kleuren. Dus dit paletje was het meest geschikt voor de video. En met mijn volledige gezicht bedoel ik ook echt mijn volledige gezicht. Dus ik gebruik letterlijk geen enkel ander product. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik hiervan ga maken. Ik noem dit soort video's altijd onzinvideo's. Omdat het echt nergens op slaat. Maar het is gewoon puur ter entertainment. Ik ben hier gewoon om jullie blij te maken vandaag. En een beetje vrolijk te maken vandaag. Dus ja, we gaan zien wat ik hiervan ga maken. Ik ben echt super benieuwd. Want ja, ik weet echt niet hoe mijn gezicht eruit gaat zien. Oh my god. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Ja, ik weet het. Er gaan weer mensen commenten van: oh, je cheat. Je mag niet al je wenkbrauwen doen. Ik heb mijn wenkbrauwen altijd al gedaan in elke video. Dus ook deze video. En als je dan vindt dat ik cheat, nou, dan is dat maar zo. Maar voor de rest heb ik niks op mijn gezicht. Dus ik ga letterlijk alles doen met poeder. Met dit oogschaduwpaletje. Dus we will see wat ik ervan ga maken. Als je dit soort video's leuk vindt, let me know beneden in de comments. Als je een ander leuk video idee hebt, let me know. Geef een dikke like en abonneer op mijn kanaal, want ik plaats 4 video's in de week. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, nou, ik ga denk ik gewoon beginnen met mijn gezicht. Ik kan mijn gezicht niet echt primen, want hè... Even kijken, maar ik wil wel een soort van mijn huid egaal maken ofzo. Ik denk dat ik een beetje twee kleuren ga mixen ofzo om een beetje mijn huidskleur te creëren. Ik ben al op mijn lichtst qua huidskleur. Lichter dan dit word ik niet. Dus daar ben ik wel happy mee, want er zijn hier meer lichte kleuren dan donkere kleuren. Dus misschien dat ik er dan een soort van iets van kan gaan maken. Ik denk dat ik inga met deze kleur. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Ik heb mijn beauty blender al nat gemaakt. Om mijn poeder iets meer liquidachtig te maken gebruik dan iets wat nat is. Een fixing spray voor je kwasten. Of maak je beauty blender een beetje vochtig. Ik ga hem nog iets meer vochtig maken met mijn MAC Fix Plus. En dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Hij is wel best wel geel. Ik ga denk ik mixen, mensen. Ik ga deze kleur mixen met een beetje hele lichte roze kleur. En dan zien we wat er gebeurt. Oké, op zich, het heeft best wel een soort van nut. Het heeft oprecht een beetje nut. Het is wel heel minimaal, maar ja. Het dekt echt absoluut niet, maar het maakt wel een beetje een soort van egaal of zo. Nu pak ik vooral die lichte kleur in de hoek, want het wordt allemaal een beetje iets te geel. En dan ga ik die ook aanbrengen als soort van concealer. Een beetje zo hier. Zo, dat heeft oprecht nut. Kijk, wauw, oké. Kijk het verschil. Hier is het nog helemaal zo donker en zo. En hier is het toch iets meer verlicht. Nou, dat is apart. En ik gebruik alleen nog steeds die lichte kleur. Dat doe ik ook een beetje bij mijn kin. Ik doe het gewoon op alle plekken waar ik normaal concealer doe. Doe ik gewoon die lichtroze kleur. Dat is dus deze kleur. Hè? Voor de mensen die even in de war zijn met wat ik nou echt gebruik. Ook een beetje zo hier bij mijn voorhoofd. Nou, dat had op zich best wel nut. Dan pak ik ook de witte matte kleur. Pak ik ook weer gewoon met mijn spons. Die breng ik ook nog een beetje hier aan ofzo. Om het nog meer te verlichten. En ook een beetje op mijn ogen. Nou, dit gaat echt beter dan dat ik had verwacht. Wat vinden we ervan tot nu toe? Ik ben nog nooit zo mat en zo poederig geweest. Even kijken, dan ga ik ook contouren. Daarvoor gebruik ik deze beetje lichte koeltoonbruine kleur. Op zich is dat een prima kleur om mee te contouren. En dan ook een beetje zo hier bij mijn wang. Een heel klein beetje. En ook een beetje hier bij mijn kaak. De kleur is niet echt ideaal, maar whatever. Deze hele video is niet ideaal. Nou, dit ging oprecht best wel goed. Dan pak ik weer een beetje van deze witte matte kleur. Weer met mijn spons. En dan ga ik even een beetje op mijn neus. En ook een beetje over de contour om een beetje te laten inblenden. Daarvoor gebruik ik altijd een pressed poeder. Niet in een witte kleur, maar hè, we moeten het doen met wat we hebben. En op zich heeft het best wel nut. Het is niet super wit. Ja, of ja, het is wel echt wit, maar het is niet... Jullie snappen wat ik bedoel. Oké, normaal zou ik dan nou ingaan met fixing spray, maar dat mag niet. Nou, het makkelijkste, en dat is mijn ogen. En ja, dit is een oogschaduwpalet, dus daar is hij letterlijk voor. Dus we gaan even een best wel makkelijke look maken. We gaan even inzoomen. Ik ga een beetje een makkelijke, warme, neutrale look maken. Normaal, wanneer ik dit paletje gebruik, maak ik een hele heftige look. Dus het is wel leuk, denk ik, om misschien ook een keer een meer neutrale look te zien met dit paletje. Ik ga beginnen met een matkleur die ik ook als contourkleur had gebruikt. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Ik kan mijn ogen ook niet echt nou primen. Dus ja, we gaan er gewoon zo in. Dan ga ik in met een meer oranjebruine kleur. Ook weer met de grote kwast in mijn arcadeboog. Ik wilde een cut crease gaan maken, maar ik bedenk me net dat het helemaal niet kan. Want ik mag geen concealer gebruiken. Dus het wordt gewoon een smoky look. Dan pak ik deze bruine kleur naast die andere kleur. En nog steeds met mijn grote fluffy kwast breng ik die aan in mijn arcadeboog. Maar nou even onder allebei die andere kleuren. En vooral zo hier in de hoeken. Dan pak ik deze bruine matte kleur helemaal in de hoek. Die is een beetje groen-bruinachtig. En die breng ik aan vooral hier in de buitenste hoeken. Nog steeds met mijn grote fluffy kwast. En die donkere bruine kleur breng ik dan ook aan op mijn onderste wimperrand. Ik wilde een bruin oogpotloodje doen in mijn waterlijn, maar ook dat mag weer niet. Oh my god. Dan blend ik het ook een beetje met deze donkere bruine kleur. En dan pak ik de mooie bruine goudachtige glanzende kleur. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Ik heb mijn kwast niet nat gemaakt met MAC Fix Plus, want ja, ik mag geen MAC Fix Plus gebruiken. Dus daar wil ik mij wel echt aan houden. Dus ik breng het gewoon zo droog aan. Ik zie wel echt gelijk dat de pigment dan echt wat minder is, maar het is nog wel gewoon mooi. Dit breng ik zo aan over mijn hele ooglid. Kijk, nou heb ik soort van alsnog een cut crease gemaakt zonder echt concealer te hebben gebruikt. Ik heb het gewoon zo strak aangebracht. Ik merk wel dat ik nou best wel veel fallout heb. En dat komt dus omdat ik mijn kwast nou niet nat heb gemaakt. Waardoor alles gewoon droog is. En dan valt het allemaal zo hier op mijn gezicht. Dat echt je kwast nat maken heeft zoveel effect. En de kleur wordt heftiger en je hebt minder fallout. Dus ja, het is wel handig om je kwast altijd nat te maken als je ingaat met een glanzende kleur. Dan pak ik weer mijn grote fluffy kwast met die donkere kleur. En die ga ik een beetje inblenden hier met de glanzende kleur. Zodat het gewoon zo mooi in elkaar overgaat en niet zo'n harde lijn is. Ik vind de kleuren wel echt prachtig. Dan pak ik deze zwarte matte kleur. En die ga ik aanbrengen als soort van eyeliner. Maar dan als poeder. En dat is gewoon iets normaals. Dat is niet iets wat nou heel vreemd is of zo. Je kunt gewoon makkelijk zwarte poeder gebruiken in plaats van liquid. En dat is ook zelfs nog wat makkelijker. Ik gebruik mijn schuin afgesneden kwast van mijn oogkwastenset. En ik maak niet een hele wing. Maar ik breng het gewoon zo aan bij de wimperrand. Om gewoon zo'n mooie zwarte lijn te krijgen. Dan pak ik mijn smudger brush, ook uit mijn oogkwasten set. Die is gewoon helemaal schoon en dan ga ik het een beetje uitsmudgen. Dan wordt het een beetje meer smoky. En niet zo hard. Ik doe wel echt veel effort voor een look die ik er zo meteen weer gelijk van af ga halen. En ik heb weer fallout. Echt mensen, ik heb dit normaal nooit zo extreem. En dan ga ik even nep wimpers opdoen, ben ik zo terug. Nou, dat is op zich het makkelijkste gelukt, want ja, het is een oogschaduw. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb een aantal bruine kleuren in het paletje. Maar ik twijfel een beetje, maar ik denk dat ik ga voor deze bruine kleur. Maar misschien is die iets te donker en dan ga ik hem mixen met die. Maar die is weer een beetje heel oranje. Nou ja, ik ga gewoon die twee mixen. Ik maak mijn kwasten ook elke keer schoon in dit ding. Zodat er echt geen echte bronzer of zo nog onder zit. Dus ik gebruik echt alleen dit paletje. Zo, ik heb gewoon een beetje allebei de kleuren gemixt. Nou, op zich, het kan denk ik net. Nou, het ging op zich hier best wel oké, maar op de wangen is het echt een no-no. Oké, nou, we gaan gewoon even snel een blush aanbrengen. Wat ik als blush ga gebruiken is deze mooie glanzende kleur. Ik heb dus gezien dat die kleur oprecht af en toe als een blush wordt gebruikt. Dus, en ik vind hem ook echt mooi. Alleen die brons eronder is echt afschuwelijk. Waardoor het zo heftig wordt. Maar die kleur is oprecht best wel mooi als blush. Wat een fiasco dit. Oké, dan highlighter. Die is oprecht ook makkelijk, want hier zit een kleur in die precies een goede kleur is. En die heb ik ook vaker gebruikt en dat is deze glanzende kleur. Ik heb die vaker gebruikt als glow, dus dat is niet heel raar vandaag. Deze is echt super mooi. Zo, de glow heeft het allemaal wel echt iets beter gemaakt. Alleen die bronzer is echt een mes. Oh my god. Oké, dan de lippen. Ik heb nou een balmpje op, dus die ga ik eraf halen, want anders speel ik vals. En dan ga ik gewoon een poederkleur aanbrengen op mijn lippen. Even kijken, we gaan voor een beetje een nude. Ik denk dat ik ga voor deze kleur. Ik ga denk ik gewoon mijn platte kwast gebruiken, die ik altijd gebruik voor mijn ooglid. Dit voelt zo raar. Het is een beetje mijn echte lipkleur, dus het wordt een beetje nude. Oké, de kleur is wel mooi, maar het wil niet heel mooi strak worden. Kijk hier helemaal. Oh my god. Oh, mijn lippen voelen nou super droog aan, maar het is wel gelukt. De kleur is op zich best wel mooi. Nou, dit is dan de hele look. Oh mijn god, mijn huid is echt verschrikkelijk. Ooglook vind ik heel mooi, de lippen vind ik mooi, de glow vind ik mooi, maar voor de rest mijn huidmake-up. Oh god. Nou mensen, mocht je ooit op een verlaten eiland belanden of zo en je hebt alleen dit paletje, je kunt je in ieder geval helemaal opmaken. Nou mensen, dit was dan de video. Dit is volgens mij echt de slechtste look die ik ooit heb gemaakt op mijn hele kanaal. Oh mijn god. Op zich, ja, de bronzer heeft het echt een beetje verpest. Die is echt te oranje en echt way too much. Ogen zijn op zich best wel mooi. Ik vind ook dat het beter is gelukt dan dat ik van tevoren in mijn hoofd had. Ik had wel in mijn hoofd dat het een beetje zo zou zijn. Maar het is op zich toch best wel goed gegaan. Dus ja, let me know wat je vindt van mijn look. Ik heb echt oprecht mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te maken als kan. Ik vind de ogen echt heel mooi. Echt, dit was echt mijn eerste keer dat ik gewoon een normale, neutrale look maak met dit paletje. En ik vind de lippen ook heel mooi. Op zich, het is wel droog, maar het voelt niet echt super droog aan. Dus het voelt gewoon aan als een liquid matte lipstick, maar hij trekt alleen niet. Dus ja, op zich is dat niet eens heel slecht. En de glow is echt prachtig. Dus let me know wat je vindt van de look en van de hele video. Heb ik het goed gedaan of niet? Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video.